allemaal bij deze liefdesreading voor de maand oktober nog 2022. We gaan kijken wat we nog mogen verwachten voor de maand oktober. Wat er nog door mag komen, welke energie er nog uit de kaarten mag komen. En dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem daarom mee wat resoneert met je situatie en laat de rest achterwege. We gaan starten met de Romance Angels, de Island Time Wellness en daarna nog Tea Leaves. En dat zal gevolgd worden door een korte tarotlegging op het gebied van liefde dus. Universum, welke boodschap mogen wij doorkrijgen van de Romance Angels als het gaat om liefde voor de maand oktober? Liefde, wat mogen we nog verwachten? Wat kunnen we nog verwachten als het gaat om de liefde? Liefdesrelaties in oktober. Liefde voor de maand oktober. Welke boodschap mag / moet gehoord worden op dit moment? Wat is de boodschap als het gaat om liefde? En graag een heldere en duidelijke boodschap. Ja, dank u wel. We hebben één kaart. Wauw. Dit kon wel eens de ware zijn. Is de boodschap die er als eerste uitkomt. Je hebt de romantische partner die je zoekt al ontmoet. Dus het kan iemand zijn die al in je omgeving is. Een vriend of een gemeenschappelijke vriend. Iemand op je werk, een collega bijvoorbeeld. Maar dit kan ook iemand zijn die je al hebt ontmoet in een vorig leven. Of waar je wellicht al een contract mee hebt afgesloten in een vorig leven. Mocht je daarin geloven natuurlijk. Wat mogen we nog meer doorkrijgen als het gaat om liefde voor de maand oktober? Voor de maand oktober. Verzoening, reconciliation. Ja, iemand uit je verleden keert terug in je leven. Dus het kan zijn dat deze persoon die wel eens de ware kon zijn, iemand is waar je al eerder een relatie mee hebt gehad. Of iemand waar je inderdaad een connectie mee hebt gehad in het verleden. Maar zoals ik zei, het kan ook iemand zijn uit een vorig leven. En jullie worden in dit leven weer met elkaar verzoend. Jullie komen weer bij elkaar. Kijk, we hebben hier calling in your soulmate. Dus het binnenroepen van je soulmate. Door middel van het opzeggen van je gebeden. Ja, het bidden naar God. Affirmaties opzeggen, situaties visualiseren, zal je samenbrengen met die persoon die je graag wil in je leven. We gaan de Island Time Wellness dekkaartje schudden en kijken welke boodschappen we mogen ontvangen. Universum. Graag boodschappen op het gebied van liefde voor de maand oktober 2022. Wat mogen wij ontvangen van het Island Time Wellness Deck? Wat is de boodschap op het gebied van liefde voor oktober 2022? Ja, dankjewel. Wat nog meer? Wat mogen wij nog meer ontvangen op het gebied van liefde? We hebben hier sunglasses, zonnebril, kijken. Stalken, gaslighting, dus inderdaad plotseling het contact verbreken. Perception, dus jouw visie, hoe je iets ervaart. En focussen naar buiten toe. Dit kan dus meerdere kanten opgaan. Het kan zijn dat iemand jou in de gaten houdt of andersom. Jij hebt je oog op iemand laten vallen. Ja, we hebben hier ook stalking. Maar met de rest van de kaarten heb ik niet het gevoel dat het hier om stalking gaat. Maar echt inderdaad een oogje hebben op iemand. Het kan ook zijn dat je weer klaar bent voor liefde. En rond aan het kijken bent inderdaad of je die persoon tegen het lijf gaat lopen. Universum. Wat mogen wij nog meer ontvangen als het gaat om liefde voor de maand oktober? Liefde voor de maand oktober. Liefde voor de maand oktober. Wauw, en we hebben soulmates.
Dus dit kan een soulmate connectie zijn. We hebben soul connection, zielsconnectie, partnerschap, een overeenkomst en een zielscontract. Wauw. En de koffiecup. Een koffiekopje. Samenkomen, praten. Genieten van het moment. Ja, je goed voelen. En een vriendschap. Dus zoals ik zei, deze persoon kan ook al in je omgeving zijn in de vorm van een vriendschap, een vriend of een vriendin. Nou, we gaan kijken wat de tea leaves ons mogen vertellen voor de maand oktober als het gaat om liefde. Die stop ik nog even terug. Ik wil mijn kaarten eerst delen. Universum. Graag 3 kaarten voor de maand oktober 2022 als het gaat om liefde. Ja, dankjewel. Nog 1 kaart als het gaat om liefde. Wat mogen we verwachten? Welke boodschap mogen we ontvangen? Een heldere, duidelijke boodschap alsjeblieft voor oktober 2022 als het gaat om liefde. Dit zijn er ook 2, ja. We hebben een mier. Het heeft te maken met werk, hard werken, dingen willen bereiken en succes behalen. We hebben de gong, een opwindende ervaring. Of iets wat er staat te gebeuren. We hebben een dolfijn, een financieel voordeel. En meestal komt het specifiek van iets wat je gedaan hebt in het verleden. Dus een investering. Zowel, het kan zijn in tijd, een investering in geld, noem maar op. En het kan zijn dat je daar inderdaad nu het financiële voordeel van zult zien in de maand oktober. Dan hebben we een ladder. En dit heeft te maken met jouw klim naar succes. We hebben dus 2 kaarten inderdaad over succes, investeringen en hier hard werk. Dus ik heb het gevoel dat jullie gefocust kunnen zijn op werk. Heel ambitieus zijn inderdaad. En je bent op weg. Je zit op de ladder naar succes. Maar we hebben hier ook een exciting event. Dus wellicht dat je in oktober ja, iets opwindends, een opwindend uitstapje gaat maken. Of plotseling er gebeurt iets. Want het is de gong. Er gebeurt iets wat je niet verwacht wellicht. We hebben hier een boeket. Je krijgt complimenten van iemand die jou bewondert. Ja, ik heb het gevoel dat iemand je in de gaten houdt. Dit kan dus zijn op het werk. Want we hebben hele sterke energieën die met werk te maken kunnen hebben. Je hebt degene al ontmoet. Je krijgt wellicht een compliment. Dus hou dat in je achterhoofd. Krijg je dus een compliment in de maand oktober van iemand op je werk. Iemand waar je totaal niet van verwacht. Dan kon dit wel eens die persoon zijn. Die hier ligt. Dit kon wel eens de ware zijn. Je bent je soulmate binnen aan het roepen. En we hebben de kaart soulmates natuurlijk. Wat mogen we nog meer ontvangen? Ja. Nou, de kaarten willen spreken. Oh, jee. We hebben een inktpot. Er zijn wel nog wat problemen die opgelost moeten worden met de inktpot. En we hebben hier dan een bos. En dit kan te maken hebben met niet helder kunnen denken of een situatie niet helder kunnen zien. Dus ja, muddled, modderig. En dit kan te maken hebben met een bepaalde situatie, een probleemsituatie. Niet helder kunnen denken. Ja, we gaan kijken met de tarot. Met de aartsengelen power tarot gaan we beginnen. Te kijken wat de belangrijkste boodschap is. Voor oktober als het gaat om liefde, universum. Voor oktober als het gaat om liefde. Graag een heldere, korte, duidelijke boodschap.
wat mogen wij van de aartsengelen tarot doorkrijgen als het gaat om liefde in oktober, universum? Liefde in oktober. Liefde. Ja, dankjewel. In oktober. Wauw. En twee bij elkaar. Dit is echt heel mooi. Dit is de energie waar jullie in zitten. De algemene energie. De zwaarde 8. Dat is de enige kaart waarvan ik denk, Dus je hebt het gevoel in een bepaalde situatie vast te zitten. Niet uit een bepaalde situatie te komen met de zwaarde 8. En ik heb het gevoel dat dat hetgene is wat te maken heeft met dit niet helder kunnen denken. Dit bos wat we hier hebben liggen, niet helder kunnen denken, modderig. De zware aard is een kaart van inderdaad het gevoel hebben vast te zitten, maar je eigenlijk heel makkelijk kunnen bevrijden uit de situatie door een keuze te maken. Dit is in je hoofd zitten, inderdaad het niet helder zien. De dame op de traditionele kaart draagt een blinddoek, maar ze kan zichzelf bevrijden. Van de zwaarde, van de band die om haar heen gewikkeld is. Je kunt vrij zijn, is de boodschap van deze kaart. Maak een dappere beslissing om je situatie te veranderen. En de tweede boodschap van deze kaart is de dingen niet helder kunnen zien. Dus dat hebben we nu twee keer op de tafel liggen. Het kan zijn dat je vastzit in een bepaalde situatie of het gevoel hebt vast te zitten. Dit kan een werksituatie zijn. Dit kan een liefdessituatie zijn. Een relatie waar je nog op de een of andere manier aan vastzit. We hebben de Pentakel 6 met de 6 van Ariel. En dat is een hele mooie kaart, een kaart van karma. Financiële zaken, of inderdaad zaken die te maken hebben met het materiële, zullen vervuld worden op magische wijze. Je zult iets ontvangen. Dit kan ook een gebaar zijn van vriendelijkheid van iemand. Dit kan ook letterlijk geld zijn wat er naar je toe komt, of een geschenk van iemand ontvangen. Maar we hebben hier ook het compliment van een bewonderaar. Dus het kan ook een compliment zijn wat iemand jou geeft. Met een heel dankbaar hart. Dit kan ook weer op het werk zijn. We hebben als tweede kaart de Ridder van Staven. Boogschutterenergie. Het is tijd om actie te ondernemen. Een grote passie voelen voor een bepaalde situatie of voor een bepaalde persoon. En inderdaad afgaan op je intuïtie, op je instinct. En weten wat te doen, inderdaad wat ongeduldig zijn en een nieuw avontuur aan willen gaan. Je emoties willen uiten naar iemand toe, je passie willen uiten naar iemand toe. Iemand die zelfvertrouwen is, dit kan staan voor een persoon in je leven zoals ik zei, een boogschutter. Het kan zijn dat je zelf boogschutter heel sterk in je sterrenbeeld hebt, ergens een plaatsing. Of de persoon waar je mee te maken hebt. Deze persoon voelt heel veel passie voor je. Wil een nieuwe start maken. Is naar jou onderweg. En dat kan dus zijn met een gebaar van vriendelijkheid. Met een compliment. Dit kan zijn dat deze persoon je een cadeautje geeft. Tijd voor actie. Dus er gaat inderdaad in de maand oktober actie plaatsvinden. Dit is de snelste ridder uit het dek. En ja, met de kaarten hier omheen heb ik het gevoel dat dit inderdaad positief is. Want deze Ridder van Staven kan ook staan voor een soort van player-energie. Maar ik krijg dat gevoel helemaal niet. Ik heb hier de Aas van Kelken. Een nieuw begin, een nieuwe start. En dit is een positieve, nieuwe, emotionele ervaring. Een vervullende romantische relatie. En dit zijn diepe en ook blijvende spirituele inzichten met de Aas van Kelken. Dit is een situatie, een nieuw begin, een verandering die je heel gelukkig gaat maken. In liefde, emotionele balans. En het kan zijn dat deze persoon je uit gaat nodigen met de Kelken 3. Dit is samenkomen met vrienden, familie, een leuke tijd doorbrengen. En we hebben hier die koffiekop liggen, dus ik heb het gevoel dat jullie een uitnodiging gaan krijgen. En dat deze persoon wel eens
ja, je soulmate kan zijn. Dit is een reden om iets te vieren. Een groep om je heen van vrienden. Vrolijke, vreugdevolle aankondigingen. En dat hebben we hier, een exciting event. Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt voor een familiebijeenkomst of een vriendschappelijke bijeenkomst met vrienden. En dat deze persoon daar inderdaad op je afkomt en inderdaad ja, wat van die passie laat zien met de ja, pentakels 6. Het kan zijn dat je zelf iets gaat organiseren in de maand oktober. Maar dit is iets wat je heel gelukkig gaat maken. We hebben dus alleen maar die zware 8 hier, waarvan ik denk, ja, dit is een energie waar je in zit. En dit is niet zo'n prettige energie, dit is je druk maken in je hoofd zitten. Een energie van stress. Hoe kom ik uit deze situatie? En dit is een energie die totaal niet past, eigenlijk bij de rest van de kaarten die we hier hebben liggen. Dus ik wil dit graag verklaren. Universum, waarom ligt hier die zware 8? Oh. De zware 8. Waarom ligt die zware 8 hier? Die zware 8 met die energie van de dingen niet helder kunnen zien. Je hebt misschien het gevoel dat dit te mooi is om waar te zijn. Of je ziet deze persoon niet als iemand die inderdaad interesse in je heeft. Je verwacht het misschien totaal niet. Waarom ligt hier die zware 8? Dit is ook misschien negatief denken, waardoor je inderdaad datgene ook aantrekt. Waarom ligt hier die zware 8? De zware 8 heeft te maken met een einde en een nieuw begin. Met een transformatie van een verandering in een situatie. Zoals ik zei, dit kan te maken hebben met een einde van een relatie waar je nog op de een of andere manier aan vastzit. Wauw. Maar het is inderdaad nu het lot, het voorbestemde. Het is nu de juiste tijd om inderdaad jezelf te bevrijden van deze situatie. 2 grote arcanakaarten, schorpioenenergie, dubbel. En dan stier, leeuw en waterman. Dit einde... Deze nieuwe start, deze verandering, deze transformatie kan hetgene zijn waarover je in je hoofd zit. Waarom ligt hier de doodkaart? De doodkaart. Oh. Ja, en weer een keuze. De staven 2. Kan iemand zijn, zoals ik zei, in vriendenkringen. En dat kan iemand zijn die je leert kennen via gemeenschappelijke vrienden. Voor anderen van jullie, mocht het inderdaad een soulmate zijn die je... Waar je een contract mee hebt afgesloten in een vorig leven. Dan kan deze persoon weer in je leven komen door, ja, via het internet. Maar je komt in ieder geval op een kruispunt in je leven. Waar het inderdaad een keuze. Je staat voor een keuze. Welke kant ga ik op? Een splitsing van wegen. Welke kant gaan wij op? Misschien. Nog een kaart voor de dood. Waarom ligt hier de doodkaart? Koningin van Pentakels. Het kan te maken hebben met je gezin. Dit is een moederlijke energie, de koningin van Pentakels. Heel gegrond. Iemand die goed voor zichzelf zorgt, goed voor haar gezin, haar familie zorgt. Familie is ook heel erg belangrijk. En dit is iemand die stabiel is. Iemand die loyaal is. Zorgzaam. Iemand die praktische stappen zet. En iemand die ook financieel stabiel is. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Dus je gaat op een praktische manier, wellicht van die energie van stress, met die zware 8, is het belangrijk, de boodschap is inderdaad om praktische stappen te zetten. En je bent misschien hierover na aan het denken, is dit praktisch om een relatie aan te gaan met deze persoon? Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Het Rad van Fortuin.
Het Rad van Fortuin. Kijk, de pentakels 3. En dit kan staan voor een bewonderaar. Kijk, de mensen op deze kaart kijken naar degene die hier zo hard aan het werk is. En ja, uiten hun bewondering. Dit kan in een werksituatie zijn, wederom een teamwork. De persoon waar we het hier over hebben, kan iemand zijn waar je mee samenwerkt. En dit is een voorbestemde connectie. Nog een kaart voor het Rad van Fortuin. De magier, tweeling, maagdenergie. Jullie kunnen zelf ook stier, maagd of steenbok in je sterrenbeeld hebben met die koningin van pentakels die we hier hebben liggen. Maar je kunt ook tweeling of inderdaad maagd in je sterrenbeeld hebben. Dit is iemand die manifesteert. En we hebben hier die kaart van het binnenroepen van je soulmate, manifesteren. Dit is iemand ook die heel talentvol is. Ook al zijn talenten, al zijn middelen gebruikt om datgene te bereiken wat hij of zij wil. En zoals ik zei, het kan zijn dat je heel erg gefocust bent op je werk. Dat je ook nog studies volgt naast je werk, ook met die pentakels 3. Dus het kan ook iemand zijn die je tegenkomt op een opleiding bijvoorbeeld, die je volgt. Iemand die al een oogje op je heeft. Het is ook voorbestemd dat je deze opleiding bent gaan volgen. Of een cursus, iemand met gemeenschappelijke interesses. Waarom ligt hier de pentakel 6? Nee, ik wil weten waarom hier de ridder van staven ligt. De ridder van staven. De ridder van staven. Kijk, met die dolfijn, financial gain, iets wat je krijgt, wat te maken heeft met iets wat je in het verleden geïnvesteerd hebt, dat kan die pentakel 6 zijn, een kaart van karma. Je krijgt nu terug wat je in het verleden geïnvesteerd hebt. En dit kan te maken hebben met je financiën. Het kan ook te maken hebben met een opleiding of een cursus, zoals ik zei, die je volgt en die nou zijn vruchten gaat afwerpen in je werk, op financieel gebied. Of het hoeft niet per se financieel gebied te zijn, het kan ook een soort van een gevoel van dankbaarheid dat je inderdaad datgene kunt doen waar je hart ligt als het ware. En dankbaarheid kan ook komen door andere mensen te helpen. Inderdaad, dat kan je ook een gevoel van geluk geven. Voor de ridder van staven hebben wij hier de wereldkaart. De wereldkaart kan staan voor unfinished business. Maar dit kan ook weer staan voor een gelukkig einde, een gelukkig nieuw begin. En dat is wat deze persoon wil. Een nieuwe start maken. Dus een passie achterna. Heel erg gemotiveerd zijn. En de sterrenbeelden op deze kaart zijn stier, leeuw, waterman, schorpioen. Dus we hebben sterk schorpioen hier ook op de tafel liggen. Al die waterenergie. En hier hebben we op 3 grote arcana kaarten schorpioen. Ja, deze persoon wil een nieuwe start met je maken. Of dit is jouw eigen energie. Waarom ligt hier die ridder van staven? Nog een kaart voor de ridder van staven. Ridder van staven. Een nieuwe cyclus, net zoals met het Rad van Fortuin. En dit is iets wat je gelukkig maakt. Een gelukkige nieuwe start. Je hebt alle fases doorlopen met het Rad van Fortuin. En de wereld was inderdaad de laatste fase. En we hebben hier de kracht. Dit kan staan voor dapperheid, moed. In je kracht staan. Dus het kan zijn dat je heel veel moed, durf nodig hebt om een bepaalde cirkel te doorbreken met die zwaarde 8. Waarom ligt hier de kracht? De kracht is sterk leeuwenergie. Die hebben we nu ook al 3 keer op de tafel, leeuwenergie. Waarom ligt hier die krachtkaart? Wauw, wel heel mooi. 2 grote arcana kaarten. Ja, de kracht om inderdaad die vooruitgang. Snelle vooruitgang heeft het mee te maken. Snelle kansen.
positieve mogelijkheden die er voor je binnenkomen. En dit kan ook te maken hebben met communicatie. De ridder van staven, dat kan iemand zijn die al zijn mag, zijn moed, zijn durf bij elkaar moet rapen om inderdaad te communiceren. En dit kan iemand zijn die voorbestemd is. Iemand waar je inderdaad een volgende cyclus mee gaat bewandelen. Wat is die staven 8? De staven 8 in die kaarsen. De staven 8. Het oordeel. Ja, en dit kan ook weer staan voor een hereniging. Terugkijken op het verleden. Geleerde lessen meenemen naar de toekomst. Je zit misschien in je hoofd met die zware 8, omdat je je afvraagt wat zal mijn omgeving hiervan vinden. Als ik een relatie zou aangaan met deze persoon, en ook je familie kan een rol spelen, of je gezin. Maar ik heb meer het gevoel dat het te maken heeft met je familie, je vrienden, je omgeving. Het oordeel. En we hebben 3 grote arcana kaarten ter verklaring van de ridder van staven. Het oordeel. Waarom ligt hier het oordeel? Ja. Staven 9, de gewonde strijder. Vast blijven houden aan iets. Niet willen opgeven. Een gestreste energie. Klaarstaan, alert zijn voor alles wat er op je pad komt. Die vooruitgang, dat kan heel snel gaan. Dus je verwacht het totaal niet. Plotseling zal er iemand komen inderdaad die wellicht zijn gevoelens gaat uiten. Of er komt, doet zich een situatie voor, onverwachts, waardoor je snel moet handelen wellicht. Maar het geeft je een heel goed gevoel. Een gevoel van geluk. En kijk, we zitten hier op een 9. We gaan van de staven 8 naar de staven 9. En de kaart die hierna komt. Ja, dit is een gevoel van lasten dragen. Verantwoordelijkheden dragen. Misschien is je werksituatie ook... speelt ook een rol. Als het gaat om het aangaan van een relatie. Staven 9. Staven 9, waar heeft die mee te maken, die staven 9? Universum. Staven 9. Je vertrouwt het misschien niet. Je hebt misschien ervaringen opgedaan in het verleden, inderdaad. Waardoor je niet meer heel goed van vertrouwen bent. Het vertrouwen in mensen een beetje bent verloren. Belangrijk is om niet meteen negatief te oordelen. Staven 9 wordt verklaard door de schildkraap van staven. Ja, je familie of je omgeving kan hiermee te maken hebben. Maar we hebben dus de schildkraap van staven en we hebben de ridder van staven. Een nieuw begin. Iets waar je hart ligt, iets waar je passie ligt, iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Het heeft allemaal te maken met het nieuwe begin. Je zit nog vast aan iets uit het verleden, heb ik het gevoel. Dit draag je nog met je mee. Waardoor je inderdaad het gevoel hebt niet verder te kunnen. Maar die kans wordt je nu geboden. En dit is voorbestemd. Dit is het lot met het rad van fortuin. Dit is wat je zelf gemanifesteerd hebt. Dus inderdaad, en weet, het is een illusie. Je ziet de situatie niet helder. Je kunt niet helder denken in deze situatie. Dat kan te maken hebben met het verleden. Maar er is een manier inderdaad om jezelf te bevrijden. En de situatie zal ook beëindigd worden met de doodkaart. Er zal een verandering plaatsvinden. Wat is die kelkenaas? De kelkenaas. De kelkenaas. Deze persoon, die heeft een oogje op je. En is ongeduldig. En zal inderdaad een impulsieve actie misschien... In een impulsieve opwelling inderdaad... Zijn emoties uiten. Dit is iemand die heel charmant is. Kan dus een vuurteken zijn. Een booschutter, een leeuw.
Kan een waterteken zijn, schorpioen, kreeftvissen. We hebben hier nog een ridder, de ridder van Kelken. Met die twee ridders heb ik het gevoel dat de ridder van staven ook iemand kan zijn waar je dus nog aan vasthangt, een boogschutterenergie. Iemand waar inderdaad je het gevoel van hebt, deze situatie ja, is voorbij. En waarbij je toch inderdaad bent blijven volhouden. Je bent loyaal gebleven naar deze persoon toe met de staven 9. Je vertrouwt het niet en je wil vooruitgang in je situatie. Je kijkt terug inderdaad op jullie geschiedenis als het ware, op jullie verleden. Deze persoon wil misschien terugkomen, maar was iemand die inconsistent was. Iemand die jou geen stabiliteit kon bieden. Maar alles wat er gebeurd is met deze persoon, was ook een les inderdaad om mee te nemen naar de toekomst met het oordeel en met het rad van fortuin. Maar er zal nu een transformatie plaatsvinden in die situatie, maar je zit erover in je hoofd. Er was geen gelijkwaardig geven en nemen met die pentakel 6 en deze persoon. Maar ik heb het gevoel dat je nu inderdaad een aanbod gaat krijgen van iemand ja, die heel veel liefde te geven heeft. Iemand die jou inderdaad bewondert, een flirterige. En op het eerste ogenblik zal dit gewoon een hele luchtige energie zijn, elkaar leren kennen, samen afspreken, een kop koffie doen met de Kelken 3. Maar dit is iets wat je heel erg gelukkig gaat maken en wat je ook emotioneel meer in balans zal brengen. En het is inderdaad mogelijk om de situatie die we hier hebben liggen inderdaad te transformeren met die ridder van staven. Waarom ligt hier de aas van Kelken? Zwaarden 4, een kaart van je terugtrekken, herstel. Dit kan zijn herstel na ziekte, dit kan zijn mediteren om de situatie te overdenken. Ja, zoals ik zei, je zit in je hoofd, dat is de algemene energie. Je bent misschien mentaal uitgeput door een situatie waar je nog aan vastzit, wat te maken kan hebben met een vuurteken. Dus je neemt je tijd. Je gaat heel erg diep nadenken over deze situatie. En ik heb het gevoel dat je intuïtie je gaat aangeven. Je gevoel gaat jou inderdaad vertellen wat je moet doen in deze situatie. Maar ik heb het gevoel dat er ja, iemand binnen gaat komen die heel blij gaat maken. Kelken 3. Iemand waarvan je misschien totaal niet verwacht. En iemand die al in je omgeving is op dit moment. Kelken 3. Koningin van Staven. Je bent een bepaalde situatie of persoon ontgroeid. We hebben hier die ridder van Staven. We hebben de koningin van Staven. Iemand die zelfverzekerd is. Dit is iemand die inderdaad jou ziet als die koningin van Staven. Iemand die zelfverzekerd is. Iemand die onafhankelijk is. Iemand die weet wat ze wil, op haar doel afgaat. Iemand die haar leven ja, perfect onder controle heeft. En iemand die ook nog eens heel veel, ja, heel erg aantrekkelijk is. Iemand die vecht voor wat ze wil. Met de staven 7. Ja, maar kijk onder op het dek. Weer die energie van het niet weten. Geen keuze kunnen maken. De situatie niet zien voor wat het is. Of misschien niet willen zien voor wat het is. Waarom ligt hier de staven 7? Kan zijn dat deze persoon het gevoel heeft dat jij nog wel afstandelijk bent. Of je muur omhoog hebt met die staven 7. Dit kan ook weer zijn inderdaad het overstijgen van een bepaalde situatie. Of van bepaalde personen in je omgeving. Die het niet eens zijn. Maar dit is staan voor waar je in gelooft. Vasthoudend zijn. Waarom ligt hier die staven 7? Staven 7. En die kaart wil eruit komen. Je vecht voor inderdaad datgene wat je wil. Dit is een wensvervulling. En dit is inderdaad een relatie naar een volgend level tillen. Dit is soulmate energie, jongens.
11-11, doe een wens. Wensen die in vervulling gaan, een stabiele basis. Een stabiel gezin. Dit kan te maken hebben met je roots, waar je vandaan komt. Dus zoals ik zei, het kan zijn dat je teruggaat naar ja, je geboorteplaats. Of in ieder geval waar je familie nog woont. Naar je ouderlijk huis. Dit kan ook zijn inderdaad van een vriendschap naar een liefdesrelatie. Of gaan samenwonen met iemand. Dit kan staan voor een verloving. Dit kan staan voor een huwelijk. En ik heb het gevoel dat deze persoon jou ziet als een wensvervulling. En je gaat deze persoon tegenkomen op iets, ja, een leuke, misschien een sociale event. Ja, zoals ik zei, bij vrienden of familie. Of wellicht in je geboorteplaats of ergens waar je gewoond hebt. En dan de pentakels 4. Energie van vasthouden. Maar ook een energie van je hart beschermen. Je stabiliteit beschermen. Het is iemand misschien uit je verleden die jou niet heeft kunnen loslaten met de pentakels 4. Kijk, en deze persoon wil je iets aanbieden. Schildknaap van pentakels. Iemand die zijn tijd neemt. Maar dit is wel iemand die betrouwbaar is. De pentakels. Dus langzame energie. Maar wel goed doordacht. En stabiel. En in het verleden kun je te maken hebben gehad met een connectie die misschien heel erg opwindend was. Heel passievol. Iemand die heel charmant was. De juiste woorden wist te zeggen. Maar dat was niet iemand waar je een toekomst mee op kon bouwen. Niet iemand die jou stabiliteit kon bieden. En daar ga je inderdaad een bepaald oordeel over geven. Door terug te kijken op de connectie. Wat heeft het mij gebracht? En je wil vooruitgang. En die snelle vooruitgang komt er inderdaad door een nieuwe persoon, heb ik het gevoel. Die hij manifesteert. Waarom is hier de pentakels 4? Pentakels 4. Ja! En weer de kelken 3. Samenkomen. Met vrienden, familie. Er komt goed nieuws. Iets om te vieren. Dus ik heb zeker het gevoel dat jullie in oktober ja, iets leuks gaan doen. Je gaat samenkomen met vrienden, met familie. Of samenkomen met deze persoon. En dit kan iemand zijn ja, uit je verleden, maar dit kan ook een soulmate zijn uit een vorig leven. Iemand waarmee je samen gaat komen. Kijk, en we hebben ook weer de pentakel 6. Karma. Iets waar je in het verleden aan hebt gegeven, komt nu naar je terug. En dit kan ook weer ja, met financiën te maken hebben. Een cadeau krijgen. Wow, als het een cadeau is, is het een heel groot cadeau. Dit staat voor iets heel groots, maar dit staat iets voor stabiliteit, voor de lange termijn. Dit kan staan voor een stabiele relatie. Een betrouwbare relatie. Iets wat je vanuit het universum wordt aangegeven. En dat komt niet zomaar op je pad. Het is voorbestemd. En het komt doordat je tijd, energie ergens in geïnvesteerd hebt. Ja. Je hebt gewerkt aan je eigen succes. En dit is iemand die onafhankelijk is met de pentakels 9. Het kan zijn dat je op dit moment single bent. Maar inderdaad nog steeds vecht met een band of een relatie die je hebt. Uit het verleden, een vuurteken. Je zorgt goed voor jezelf, je bent onafhankelijk, lange termijn plannen maken met de staven 3. Ja, en een heel gepassioneerd nieuw begin. Wauw. De zegen wagen, een zegen behalen. Op je doel afgaan. En ik heb het gevoel dat je gaat afspreken met deze persoon, dat je onderweg zult zijn met de auto naar inderdaad die kelken 3 toe. Een plek waar je gaat afspreken met deze persoon of waar je deze persoon tegen het lijf gaat lopen. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Ik hoop dat het resoneert. Resoneert het dan, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. Het is gratis. En ik wens jullie een hele mooie maand oktober toe. Zeker ook in de liefde. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!